Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 41. Ik ben René. Ik ben Leon. En wij gaan jullie op de hoogte houden van de allernieuwste en leukste trucs die op de markt zijn verschenen. We gaan meteen beginnen, want we hebben weer uiteraard een hele serie liggen. Ik heb hier een envelopje met daarin een voorspelling. Dan hebben we een aantal kaarten met allemaal vreemde symbolen. Dat noemen ze ESP-symbolen, oftewel Extra Sensory Perception symbolen. Die gebruiken ze bij allerlei soorten van tests om te kijken of jij bovennatuurlijke, niet krachten hebt, maar gedachten kunt lezen. Daar gebruiken ze dan wel voor. Ze hebben trouwens een test gedaan. Dat heeft niks te maken met gedachten lezen, maar ze hebben gewoon 100 mensen gevraagd. Nou, welk figuur vind jij het mooist? Trek je het meest aan? Heeft niks met truc te maken, maar welk trek jou het meest aan? Het golfje, denk ik. Ja. Nou, hebben ze hier achterop, hebben ze vermeld, kijk. Het golfje staat op nummer 5. Dus niet het populairste. Het populairste en meest gekozen is de plus. Tweede vierkant, nou, je hebt golfje, dus 5, maar goed. Mm-hmm. Alright. We beginnen met de truc. Jij krijgt van mij een onzichtbare dobbelsteen. Ja. Grapje. Hier is hij. Ah. Trap toch nog in. Jij mag gooien met die dobbelsteen. Ja. Zie je? Ja. En jij hebt gegooid? 6 heb ik gegooid. 6. Als het goed is, staat de onderkant een 1. Kunnen we even controleren. De onderkant heeft een 1. Is echt een dobbelsteen. Is geen valse dobbelsteen. Jij gooit 6. Oké. Okay. Ja. Dan zou ik kunnen zeggen, als ik die kaarten ga tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar dan zijn er altijd mensen die zeggen, ook omdat het op tv is natuurlijk, ja, maar je had ook hier kunnen beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat klopt. Welke kant wil jij tellen? Zullen we aan deze kant beginnen met tellen? Tel maar, als je wil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus jij komt uit... Op het rondje. Op het rondje. Betekent dit, doe ik dan niet meer mee? Die voorspelling ligt hier, ik zal hem openmaken, want namelijk in deze envelop zit één kaart, zie, en dat is het rondje. Dat is symbool. En symbool, laten we zien, krijg je compleet met instructie-dvd. Nou, die dvd heb je nodig om het even te bekijken, maar het is zeer eenvoudig. Het is echt voor de beginner, als je het dvd'tje eenmaal gezien hebt, hoef je eigenlijk, ja... Het is een klein beetje geheugenwerk, met de nadruk op een klein beetje. De toeschouwer heeft een volledig vrije keuze. Mag kiezen wat hij wil. Mag opnieuw gooien met de dobbelsteen trouwens. Dus als je alleen gooide net 6. Maar ja, ik kan ook zeggen, ben je tevreden, wil je nog een keer gooien. En als je dan verandert naar 3 of zo, ook geen probleem. Je voorspelling klopt altijd. Kunnen we met een echte dobbelsteen gooien? Je kan ook met een echte dobbelsteen gooien. Ja, kan ook een goede opmerking. In principe gaat het erom dat mensen eigenlijk een getal noemen tussen 1 en 6. Maar als je zou vragen, noem een getal van 1 tot 6... voelen mensen misschien al aan dat je iets probeert, wat niet het geval is overigens. En met een onzichtbare dobbelsteen of met een dobbelsteen, zeker met een onzichtbare kun je helemaal niet vals spelen. De dobbelsteen zou nog fake kunnen zijn, we verkopen ze, hè, de altijd 6 dobbelsteen, noem iets geks. Maar een onzichtbare, die rolt op elk getal wat iemand in gedachten heeft. Symbool van elke SM, 29,95. 29,95, superleuke truc. Compleet met alles, dvd, envelopje, kaarten. Een testje wat ze ook gedaan hebben. Zit er allemaal bij. Zeker een aanrader. Dus als je deze nog niet bezit, bestellen. Symbool. Ik heb ook nog wat leuks, René. Jij hebt ook wat leuks. Ik heb hier namelijk een flesje drinken, net leeg gedronken. Ik zou het leuker vinden als je nog vol was geweest. En ik heb een potlood. En het mooiste, René, als ik de potlood namelijk hierop leg. Ja. Deze manier. Dat is geen truc, hè? Nee, dat is geen truc op zich. Maar het mooiste is, als je namelijk concentreert op dat potlood, dan kan er van alles gebeuren. Hoe dan? Volgens mij gebeurt er nou wel van alles. Maar als je concentreert, op deze manier, ja, soms kan het even duren, maar dan kun je namelijk, als het goed is, dat potlood laten bewegen. Zie je? Oh, dat concentreert ja, beweegt. Het is aan deze kant los van de fles hier. En let op, dan gaat hij. Je hebt het idee, er zit hier niks omheen of zo, geen draden. Dat deed ik niet ook, zie. Tada. Helemaal niks. Je hoeft dat niet te doen. Nee. Oké. En dit is de Scissor Psychokinetic Pen. Scissorol Psychokinetic Pen, inderdaad. Kost €129. Kun je uit de handen geven, kun je slijpen, je kunt er van alles mee doen. Ja, er is ook niks aan te ontdekken, inderdaad. Het is gewoon zoals het is. Mooi ding, inderdaad ook. Het ziet er ook uit zijn potlood ook. Je krijgt een mooi stalen metalen opbergblikje, moet ik zeggen, bij voor het in te bewaren.
En je krijgt er nog een extra potlood bij. Kunnen we het even laten zien? Ja, dat kan. Dat is gewoon, gewoon een blikje bij. Nog een extra potlood krijg je erbij. Dus dat is altijd handig. Ik weet niet waarvoor je zou gebruiken, maar er zit er nog eentje bij. Ja, inderdaad, kost €129, maar is wel uiterst professioneel gemaakt. Mooi, het is niet zomaar een dingetje. Je hebt tijdens de vertoning geen draden nodig, je hebt geen magneten nodig, je hebt niks nodig om het potlood te laten bewegen. Alles zelf. Wat ik net in mijn handen deed, had er dus niks mee te maken. Want uiteindelijk had ik wel alleen even zien, laten zien dat er niet ergens een draadje aan vast is aan trekken. Volledig zelfwerkend. Yep. Aanrader. Ooit gedaan ook door Jelle en Gani, lang geleden. In de Jurgen Geller Show. Volgens mij, ik weet niet of dat ook op de site staat, een filmpje, maar altijd wel terug te vinden nog via YouTube uiteraard. Ja, goeie. Sizzle Psychokinetic Pen. Dan hebben we hier twee envelopjes. Leg even hier neer. Eén spel kaarten. Zo. Check even of hier iets geks mee is. Je hebt nog geen idee wat dit voor truc is. Tenminste niet wat of wat. Nee. Dus gewoon spelkaarten. Ik zie niks raars. Ik heb het gisteravond nieuw gepakt ook. Je mag de kaarten even goed door elkaar schudden. Als je wil. Goed door elkaar schudden. Zo. Kijk. Je hebt de kaarten goed door elkaar geschud. We gaan de kaarten even open spreiden. Zo. Dat ze allemaal goed zichtbaar zijn, zeg maar. Zie. Ja. Je hebt zelf geschud. Ja. Jij hebt bepaald dat deze volgorde is. Dat klopt. Grotendeels, ja. Ja, toch? Helemaal, ja. Oké. Okay. Ik verander daar ook niks meer aan. De kaarten gaan allemaal terug in het doosje. Zo. Keurig netjes. Zo. Ik heb hier twee envelopjes liggen. Mooi is, ik zal het laten zien ook. Je hebt het envelopje, hierin zit namelijk een kaart. Eén kaart, zie. In dit envelopje zit ook een kaart, maar er zit een ander soort kaart in. De kaart heeft uit het doosje trouwens, misschien handiger. Ik had het zelf mogen doen trouwens, maar voor het idee. Het doosje is trouwens verder completely empty. Jij mag zelf de kaarten tellen. Gewoon van bovenaf. En dan meteen omdraaien, ook dat ze zien dat het allemaal verschillend is. En dan gaan we tellen naar het getal 24. 24. 1, 2. Doe het even dat maar gewoon. Zo, 3. 3. Je kunt het duidelijk laten duiken. 4. Nee. 4. 5. 6, 7, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Welke kaart is dat? De 24ste kaart. Een harte 6. Ga je om. Oh. 8-6. Is dat cool of niet? Ja, mooi ding. Ja, mooi ding, dat wil ik zeggen. Dit is een effect van Jos de Nijs. Van Mephisto Select Magic uit België, trouwens. Jos, als je dat ziet, briljant. Serieus briljant, briljant effect. Gaan we zeker veel gebruiken als demo zijn ook. Zeker een aanrader. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Je krijgt de kaarten, je krijgt envelopjes en je krijgt uiteraard de instructie-DVD. Uitgegeven door Vanishing Inc. Dus Joshua J. Onder andere. Op de DVD leer je twee routines. Je leert deze routine. Dus dat toeschouwer een spel kaarten schudt. En je hebt het pak twee envelopjes, er zit een getal in en een kaart. En uiteindelijk ligt de gekozen kaart, of ligt op het voorspelde getal, exact de kaart die in het envelopje zit. En je leert een tweede routine, waarbij een willekeurig gekozen kaart teruggaat in het spel. Je hebt een envelopje liggen met een getal, en die ligt dan exact op de plek van het getal, ondanks dat de toeschouwer die zelf heeft teruggestopt. Oké, okay, en die kost 44,95. Ja, shuffled kost 44,95. Zeer gaaf effect. Is het moeilijk? Nee. Als je daar de logica in van te pakken hebt, en Jos legt dat heel duidelijk uit. Ik doe het iets anders. Dat wil zeggen, Jos geeft je nog meer hulp om het goed te laten verlopen. Die hulp heb ik hier nu niet
Gebruikt, laat ik zo zeggen. Maar die kun je gewoon wel gebruiken. Het is wel slim om dat wel te gebruiken. Maar ik heb dat nu niet gedaan omdat ik dat zelf niet zou doen in een echte vertoning. Maar het maakt het wel een stuk makkelijker. Kan met elk willekeurig kaartspel. Dat is ook wel goed om te weten. Je kan niet de kaartspel lenen en het even doen, maar je kan het met elk willekeurig kaartspel. Dus als jij zegt, ik gebruik geen Bicycle, maar ik wil mijn eigen Black Ghost, weet ik wat voor deck pakken. Pak jij je eigen Black Ghost deck en dan kan dat ook mee. Shuffled bij Jos de Nijs. Ja René, ik had nog wel leuks. Het boek Theater en Telepathie. Telepathie en theater, ja. Ja, dat is goed. We hebben binnengekregen, daar hebben we alweer heel veel van gekocht. De laatste oplage is eigenlijk al bijna op. We hebben nog 2 exemplaren liggen, dat ik weet. Ja, ja. Hierin wordt precies uitgelegd hoe je dus kunt communiceren tussen 2 personen. Zonder dat iemand weet dat je elkaar geheime informatie of iets dergelijks doorgeeft. Ja. Ja, Luc van Balberg heeft deze act een groot deel van zijn leven zelf opgevoerd. En daar een systeem voor ontwikkeld zelf. Veel mensen hebben gedurende zijn leven gevraagd, goh, wil jij je geheimen niet prijsgeven? Toen zei hij, nee. En na lang aandringen, blijkbaar, is het toch gelukt en heeft hij in boekvorm dit uitgegeven. Exclusief bij Dynamite Magic Shop te verkrijgen. Eerste oplage daarna kregen we, nou, wanneer was je hier? Vorige week... dinsdag was je hier. Ja, dinsdag was je afgelopen dinsdag. Oh, afgelopen, ja. Als dinsdag, afgelopen dinsdag kregen we de eerste oplage binnen. En op dit moment inderdaad hebben we er nog 2. Maar laten we erbij zeggen dat we nog niet online de bestellingen nu gezien hebben van vandaag. Dus het kan zo zijn dat ze al weg zijn. Er komen nieuwe aan, maar dat zegt iets over hoe goed het verkoopt. De prijs is €69. In het Nederlands compleet uitgewerkt. Dat is wel belangrijke informatie. Het hele systeem is in het Nederlands. En ik heb hier nog een mooi boekje. Cypherspeak. Dat is een Engels boekje. Dat, hoe moet ik het zeggen, daar wordt ook in verteld hoe je tussen 2 mensen kunt communiceren. Ja. Zonder dat mensen weten dat je geheime informatie doorspeelt. Ja, 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 dat is eigenlijk ook een vergelijkbaar iets. Maar dan in de Engelse taal. Is al langer op de markt overigens. €39,50. Interessante informatie. We gaan er niet veel meer over vertellen. Maar als je echt interesse hebt, hè, zijn de boekjes te koop. Top. Ja. Verstoppen, snel verstoppen, zodat meer mensen zien dat wij dit hebben. Ja. Ik heb een stukje draad. Een stukje draad, zie. Mijn handen zijn verder leeg. Wat ik ga doen, is het volgende. Ik ga dit draad in stukjes breken. Mag dat? Voor mij mag je. Voor jou mag dat, mooi. Ik ga het als volgt doen. We pakken een stukje. Dus stukje 1. Het is heel fijn draad. Het breekt enorm gemakkelijk, zoals je ziet. Zo. Het ziet er niet al te elegant uit, maar zo. Zoveel tijd heb ik nog niet gehad om dat te oefenen. Zo. Laat het lekker aan je vingers hangen. Zo. Kijk. Heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Wat nou als je hiervan een bolletje zou maken? Op deze manier. Zo, maak je een bolletje van. En je plakt dat bolletje vast op het overgebleven stukje draad. Dan gaat het volgen. Maak een bolletje. Plakt hem vast op het overgebleven stukje draad. Zo, op deze manier. Ik moet het een beetje blijven zitten. Ja. Het uiteinde zit net hier, zie ik. Het is niet de allermooiste versie. Maar als je dan blaast over het bolletje. En je trekt aan het draadje. Is het weer volkomen heel. Nou, dit is Aberdeen Thread. Aberdeen Thread. Let op. Het is een... hoe moet ik het zeggen? Het is klassieke gypsy thread, maar je werkt met een korter stuk draad en vooraf kun je het draadje als je zag neerleggen. Je handen zijn leeg. De versies die er op de markt zijn, moet je iets verbergen voordat je begint. Niet dat het slecht is, maar het is zo. Hier kun je dus met een kort stuk draad met je licht, je kunt het draad laten onderzoeken als je wil. Alleen het is best wel breekbaar, dus juist het handige van de truc. Dus mensen zeggen, hé, stevig, heb je kans dat het al stuk trekken. Je kunt het dus laten onderzoeken en eigenlijk, terwijl je de truc doet, prepareert de truc zichzelf. Zeg ik dat zo goed? Eigenlijk wel, ja. Ja, prepareert de truc zichzelf. Je krijgt online video instructies
met een heleboel draad voor honderden keren. Echt, als je het op is, dan heb je het wel heel veel gedaan. En Aberdeen Thread kost €29,50. Uitermate duidelijke online video instructies. Dus zeker aanraden. Van Theory 11. Mooi effect. Aberdeen Thread. Leuk ding. Ja, dat is een leuk ding. Dan hebben we nog een Sharpie. En een spelkaart. Spelkaarten overigens. Verder niks bijzonders. Ik kan het ook even laten zien. Ik denk dat het allemaal dezelfde kaarten zijn. Allemaal verschillende kaarten. Leon, wijs ergens gewoon een kaart aan. Willekeurig. Ja. Die? Ja, deze zeker weten. Hartstikke fijn. Zet even jouw naam er duidelijk op. Of een herkenningsteken, wat je wil. Merkteken. Teken er iets leuks op. Als je daar de behoefte toe hebt. Merk. Merk. Ja, teken zou ik er ook nog bij kunnen merk. Maken. Merk. Harte drie met merk op. Ik maak er nog een merkteken bij. Sterker, ik maak er nog vier merktekentjes bij. 1. Moet je netjes doen. 2. 3. 4. En dan hebben we namelijk dit. Een kaart met erop 4 stipjes. Geen gaatjes, niet te verwarren. Maar stipjes. Die stipjes kun je verschuiven. Je pakt met je duim pak je er eentje vast en dan verschuif je hem naar een andere plek. Zie? Maar dat is toch permanent maken? Permanent maken, maar niet permanent op magic. Nou, je kan ook dit doen. Zie je, dan verschuift die naar de van hier naar daar. En de laatste kan ook nog. Die verschuif je ook nog. En dan heb je alle vier de gaatjes in één hoek. Gaatjes, zeg ik weer gaatjes. De meeste trucs zijn met gaatjes. Maar dit zijn stipjes in dit geval. Dat is een mooie. Je wilt natuurlijk die kaart zelf onderzoeken en terugzien, toch? Dat mag uiteraard. Want achterop zijn natuurlijk die stipjes. Dit is jouw kaart, de harte 3. Met merk erop. En die kun je niet... Die kun je denk ik niet meer beschouwen. Als het wel lukt. Nee, lukt mooi, niet. Ja, maar als het goed is niet. Dit is Incredible. Incredible. Bij Nicholas Dakin. Denk ik dat het is Dakin. Niet daarin. Dakin. Van JB Magic, Mark Mason. Ja, is ook niet moeilijk hoor. Het is ja. Sommige effecten zijn op video wat lastig samen te laten zien. Die kun je beter gewoon in het echt zien. En dit is eentje die kun je beter in het echt zien dan op video. Maar we willen hem toch even laten zien. En Incredible kost €32,95. Kost €32,95, ja. Compleet met alle speciale dingen die je nodig hebt. Het enige wat je vanzelf nodig hebt is een rood bicycle spel. Artikel 0088 op de site. En je bent ready to go. En Sharpie. Dus Black Sharpie, dat heb je ook nog nodig. Dat hebben we ook op de site staan. Dus als je die meebestelt, ben je klaar. Moeilijkheidsgraad. Is in principe, ja, laten we zeggen, beginner. Mensen die een tijdje hoger herkennen handelingen en grepen, die weten wat er voor nodig is. Ja, that's it. Leuk effect in elk geval. Incredible, van Mark Mason. Dan heb ik nog een effect. Ik pak even een kaart. Daar doe ik even iets speciaals mee. En die... had ik in mijn hand. Leon, stel voor dat ik jou een kaartspel zou neerleggen. Ik spijt nog open, onzichtbaar. Daar zitten nummertjes in en plaatjes, kaarten. Ja? Welke halen we eruit? We halen de nummers halen eruit. De nummers halen eruit, oké. Okay. Weg. Dus hebben we over alle plaatjes kaarten. Dan heb ik het even over, er zijn boeren. Er zijn vrouwen, er zijn koningen. We gaan zo door totdat we uiteindelijk één kaart over hebben. Welke gaan er nog meer uit? De vrouwen, de boeren of de koningen? Met eruit bedoel ik ook echt weg, hè? Want laten we geen misverstanden krijgen. Dan gooien we de vrouwen eruit, want daar heb je toch niks aan. Dat heeft Leon gezegd, dat heb ik niet gezegd. De vrouwen gaan eruit. We houden over de boeren en we houden over de koningen. Toch? Oké. Okay. Welke gaan er nog meer uit? De boeren of de koningen? Koningen. De koningen gaan er ook uit. Houden we over de boeren. Toch? Ja. Okay. Dan hebben we zwarte boeren. Dan hebben we rode boeren. Welke gaan eruit? De zwarte of de rode boeren? Ja, we hebben een rode mat. Dan gooien de rode boeren er maar uit. We hebben een rode mat. Oké, rode boer eruit. Dan hebben we nog twee zwarte boeren over. Die liggen hier. Dat is een schoppen. En een klaverenboer. Welke gooien we eruit? Schoppen. Ja. Schoppen gooien we eruit. Dus we houden over... Klaverenboer. De klaverenboer. Ik heb hier in mijn hand, al de hele tijd, een kaart. Daar heb ik niks afgesproken. Ik ga die kaart openvouwen en je zal het niet geloven, maar in mijn hand heb ik namelijk
exact de klaverenboer. Klaverenboer. Dit is het effect Invisible Cards van Blake Vogt. Je moet dit effect gaan doen, herhalen. Niet voor dezelfde mensen, maar gaan we weer gaan werken om dit super soepel te krijgen. Dit is cool ding. Ja. Je moet het echt gaan gebruiken, gaan inzetten, in je zak steken en gewoon gaan doen. Ook dit is niet eentje voor die ik zelf voor op tv zou doen, dat is camera truc, als je snapt wat ik bedoel. Televisie truc, maar eentje in real life. Maar willen jullie niet, die willen hem niet laten zien, dus vandaar dat we hem toch even vandaag behandeld hebben. Het is de Invisible Card by Blake Vogt. En kost 65 euro. Kost 65 euro, maar je krijgt echt een handgemaakte gimmick, een heel vet ding. Je kan je even niet voorstellen wat je krijgt, maar het is een hele cool gemaakte gimmick. Met daarvoor een opberghoesje van je zak, dat daar niks mee gebeurt. En die is in principe duurzaam. Ik zou niet zeggen dat hij een leven lang meegaat, maar hij is duurzaam. Het is absoluut een aanrader. Invisible Cards. Oké, dat was het dan. Op twee dingen na. Ja. Die gaan we zo meteen even laten zien, omdat dat staand beter te doen is. Vind ik wel, ja. Is gemaakt om staand te doen. We moeten dat niet hier onhandig aan tafel gaan zitten doen. En als ik nu ga staan, heb ik geen hoofd meer. En liggen ook niet. Dus dat is ook geen goed idee. Dus dan gaan we even aan de andere kant van de camera apart filmen. Dat komt dus zo meteen. Dan gooien we daarna... Ja, en het effect, de outro erin. Welke effecten? Ja, dat ga ik hem zeggen, dat ga ik zo meteen vertellen. Dat is Twilight en Stacks. Dus dat zijn, er komt ook onder in beeld staan tijdens de vertoning. Zijn twee ook gave dingetjes. Goed te doen ook allebei. Wij zeggen vast doei, maar blijf nog even kijken. Want de komende minuut zitten er nog twee trucs in deze update. Jo, bedankt. In elk geval, tot morgen. Doei.